Ik ben José de Vries en ik werk sinds maart 2017 hier in het CWZ als DBC-adviseur. DBC staat voor diagnose-behandelcombinatie. Mijn naam is Hans de Boer en ik ben hoofd van de afdeling zorgcontrole. Ik werk nu 7 jaar in het ziekenhuis. Wij zorgen ervoor dat we alle wet en regelgeving rondom registratie van de zorg goed kennen. En dat ook over kunnen dragen aan de specialisten en andere mensen die in het ziekenhuis werken die de zorg moeten registreren. We zorgen er eigenlijk voor dat artsen en zorgverleners goed weten hoe ze het moeten doen. Dus we zorgen voor instructies en voor filmpjes, instructiefilmpjes en noem maar op. Zodat er uiteindelijk de juiste factuur uitkomt. Dat de patiënt die heeft natuurlijk met zijn zorgverzekeraar eigen risico afgesproken. Dus dat dat het juiste bedrag is. Maar ook naar de zorgverzekeraar het juiste bedrag wordt gefactureerd. En dat wij daar het juiste bedrag ook voor krijgen. En zodoende eigenlijk gewoon onze hele bedrijfsvoering kunnen voeren, financieel althans. Het ziekenhuis maakt gebruik van het contactcentrum zorgkosten. Als een patiënt dus vragen heeft over de factuur die hij heeft ontvangen of gaat ontvangen, dan komen de patiënten in principe daar terecht, maar we houden nauw contact met ze. Dan sturen ze eigenlijk de vragen weer door om daar inhoudelijk vanuit de wet en regelgeving en de DBC-systematiek antwoord op te geven. Zodat we patiënten op individueel niveau ook kunnen helpen met het begrijpen van de factuur die ze hebben gekregen of gaan krijgen. Waar ik op dit moment mee bezig ben, is een CWZ-breed project, is natuurlijk de Lucy-app. Die kennen we voor de coronapatiënten, maar we zijn ook bezig met hartfalenpatiënten, patiënten die net een darmoperatie hebben gehad en nog een aantal volgens mij met oogheelkunde nog een initiatief. Ik wil dat wel een heel innovatief project noemen, omdat we echt de patiënt gaan bedienen, juiste zorg op de juiste plek. En dat is wel heel mooi om te zien.